Het is vrijdag en het is weekend. Maar voor mij is het eigenlijk niet echt weekend, want ik moet dit weekend eigenlijk klusjes doen. Dus ik moet juist werken dit weekend. Maar goed, we maken er wel een weekend vlog van. Dus ja, leuk dat je kijkt. Welkom terug op mijn kanaal. Het is dus vandaag vrijdag en ik ben nu in de auto. Ik sta voor de sportschool, dus ik ga nu eerst even naar de gym. En dan daarna moet er gewerkt worden. Ik heb honger. Oké, wat gaan we eens maken? Ik ga denk ik gewoon een boterham eten, want er is niet veel keus. Ik zie salami, kaas. Oh, kipfilet. Er is wel kipfilet. Tot wanneer is dit goed? 15 februari, ja, dat is nog goed. Nou, oké dan. Ik heb trouwens zondag gereserveerd bij dit restaurant. Ik had het dus op TikTok gezien en Jani vindt het denk ik geweldig. Het is Korean barbecue sushi en cocktails. En je kan dus, het is een soort van all inclusive. En dan kan je allemaal die gerechtjes bestellen voor op de barbecue. Kijk, dat zie je hier. Maar je kan ook gewoon nog een paar sushi dingen bestellen. Nou, dat is echt perfect voor Jani. Het zit dus in Amsterdam in de Vijzelstraat. Dus daar gaan we zondag heen. Ik zit hier gewoon al de hele middag in het donker ten eerste. En achter mijn laptop. Ik heb gewoon een hele houten reet van het zitten. Dus ik wil echt zo snel mogelijk klaar zijn. Ik moet nog één dingetje doen op de laptop en dan ben ik klaar. Ga ik even douchen en me lekker een joggingspak aandoen. En me even warm aankleden. Want ik zit nog steeds in mijn sportkleding van vanochtend. En dit is echt heel koud. Ik ga even opschieten en dan ga ik lekker douchen. En again, ik heb honger. Oké. Ik ga kijken of het eten klaar is. Mam? Ja, jongens. Eten! Eindelijk. Zo vol honger. Oh mijn god. Ik sta nu voor de deur bij mijn zus en wij moeten dus nog gaan voorbereiden voor morgen, want we hebben morgen een evenement. Dus we gaan nu nog aan het werk. Het is nu 7:30, dus ik heb er weinig zin in. Maar ja, het moet. Koffie maken. Welke smaak wilde? Ik wil. Ga je koffie maken? Doe maar met karamel. Heb je die? Oh, die. Oh, wat heb je dan? Moet ik kiezen? Ja. Wat, waar kan ik uit kiezen dan, meneer? Deze of deze of deze. Doe maar die dan. Even roeren. Dankjewel. Maar ik heb geen lepel. Oh. Doe, kom maar, ik doe maar met mijn vinger. Oké, daar had ik een lepelsoepje. Oh, ga jij een lepel pakken? Ja. En ook honger? Ja, ik heb eigenlijk ook wel honger. Oké, okay. Ik ga denk ik boterham voor je maken. Oké. Okay. Chocopasta. Ja, ik wil wel met chocopasta. Oké, okay. Dan pak ik dat. Ja, de kiesie. En de kiesie en de wagen. Wat zegt hij nou? Hij zegt het zo vaak. En de kiesie en de kaas. Waar heb jij dat van? Ik weet het niet. Weet iemand wat dat betekent? En de kiesie en de kaas. Op lepel. Nee. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En vandaag ga ik een heleboel doen. Ik ga overdag best wel veel doen. Vanavond weet ik nog niet wat ik ga doen. Het is nu 10:00 en ik moet om 10:30. Of is het 10:00? Ja, het is bijna 10:00. Ik moet om 9:30 de deur uit. Want dan heb ik met Fleur afgesproken. We gaan even in de stad wat foto's maken. Ik heb namelijk wat kleding gekregen van twee merken. En daar wil ik dan eventjes foto's mee maken voor hun. En Ber moest ook een paar foto's maken. Dus nou, perfect. Dus we gaan samen in de stad eventjes dat doen. En nou ja, we hebben al 11:00 afgesproken. Ik heb ongeveer tot een uurtje of 1:00. Want daarna ga ik naar mijn zus weer. En bij mijn zus ga ik dus voorbereiden
voor die klus van vandaag. En dat hebben we gisteravond natuurlijk ook al gedaan. Alleen we moeten dus nog de auto vollopen en wat spullen pakken op kantoor. Want we moeten ook nog voorbereiden voor de klus die we weer morgen hebben. Morgen weer eigenlijk twee. Alleen eentje gaat mijn zus alleen doen. Want dat is van een vriendin van haar. En het is een baby shower. En het is helemaal Gouda. Dus ja, en er hoeft niet heel veel gedaan te worden. Dus dat gaat ze gewoon alleen doen. Ja, dat andere klusje is morgenochtend vroeg. Dus daar ben ik dan weer wel bij. Dus die moeten we vanavond even voorbereiden. Dus eigenlijk is mijn hele dag een beetje gevuld met Young Event Styling. Wat helemaal niet erg is hoor, maar wel een druk dagje. En vanavond, ja, ik heb vanavond vrij. Maar ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Misschien ga ik al even een vriendin appen of zo. Fleur en ik gaan foto's maken. En ik loop nu vanuit de garage. En kijk, daar staat Fleur al met haar scooter op mij te wachten. Nou, Fleur is lekker op het bankje gestaan. Helemaal om foto's te maken. Je had ons moeten zien. Ja, de girl behind the camera. Oké, en nu gaan we even omkleden en naar de laatste locatie. Gaan we lekker koffie drinken. Dag Jam. Kijk, we hebben een upgrade. We hebben een mooie bus dit keer. Jesse heeft een nieuwe auto, dus dat komt heel mooi uit voor ons. Kunnen wij die lekker bij onze klusjes gebruiken? Nou, er is alleen nog geen automat. Nou, kijk, mooie oplossing. Geen probleem. Op naar Rotterdam. Oké, mensen, het is vandaag zondag en ik wil jullie even iets laten zien. Ik ben helemaal excited, zoals je waarschijnlijk al aan mijn koffie ziet. Ik heb dus een pakket binnen van AliExpress. Ik heb dus allemaal kleding besteld op AliExpress. En oké, sommige dingen zijn echt niet wat ik had verwacht. Maar één ding, daar ben ik zo blij mee. Dat is dus mijn bondjas. Je had dus op de Zara zo'n bondjas. En die was echt iets van 100 euro, 120 zoiets. En je kan die dus nergens meer krijgen. Hij is overal uitverkocht. Zelfs op Vinted kan ik hem gewoon af en toe niet vinden. Oké, nu staat hij er wel weer op, maar in kleine maatjes. En toen ging ik dus kijken op AliExpress. En AliExpress die maakt dus ook gewoon de Zara na. Dus ik heb een bondjas besteld op Ali. Voor 40 euro of zo. En hij is dus echt heel erg mooi. Het is wel imitatie rond hoor. Voor degene die dadelijk weer willen gaan haten op mij. Ik vind hem dus echt heel erg leuk. Kijk, ik had hem misschien langer verwacht. Ik had hem wel iets langer gewild. Maar voor echt AliExpress, de kwaliteit is zo goed. En het is echt een zachte jas. Hij is gewoon echt heel zacht. En op zich best oversized. Ik heb wel maat L genomen. Maar ik vind hem dus echt helemaal leuk. Dus tip van Flip. En dan had ik een sjaal besteld. Ik wist dus niet dat ze dit gingen naapen van Acne Studios. Ik dacht dat het gewoon een leuke sjaal was. Maar het is dus blijkbaar nageaapt. Het is een hele mooie sjaal. Ik vind het echt heel leuk met al die kleurtjes. Alleen het enige nadeel vind ik dus dat ze Acne Studios erop hebben gezet. Dat had voor mij echt niet gehoeven. Want ik vind dat zeg maar een beetje, ja, ik weet niet. Leuk met zo'n nep sjaal. Terwijl ik gewoon een leuke sjaal wilde. Het hoeft niet van per se een merk te zijn. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar goed. Op zich, op een sjaal zie je bijna geen merk. Als je hem zo draagt, kan je dat merkje gewoon een beetje verbergen. Dus ik vind het helemaal leuk. En dan had ik dus een panterbroek besteld. Alleen, die broek is dus niet de goede. Je had er dus twee verschillende soorten broeken. En ze hebben mij de verkeerde gegeven. Want ik had een andere kleur besteld. Een veel lichtere. Dit is echt heel erg hard bruin en zwart. En ik had een beetje meer beige, grijzige panterprint besteld. En ook bij deze hebben ze dus weer een merk nageaapt. Terwijl, voor mij hoeft dat er echt niet op, maar oké. Ze hebben dus Levi's erop gezet. Nou ja, prima, weet je. Het biedt me ook niet zoveel, maar het had gewoon niet gehoeven. En wat ik dus wel raar vind, ik probeer dus mijn broek dicht te knopen. Zit die knoopsluiting zit gewoon dichtgestikt. Dus ik weet niet wat ik daarmee moet. Misschien moet ik hem zelf maar open snijden, knippen, weet ik veel. Dus dat is niet heel handig. Maar ja. Hij zit in ieder geval wel prima. Hij heeft een goede fit. En ik heb maat
M genomen, geloof ik. En dan als laatste een jasje die echt super gefaked is op Ali. Want ze hadden dus allemaal foto's van influencers of zo gebruikt als reviews. Ze hadden echt iets van 10 van die reviews met foto's erbij van, oh, dit jasje is echt top. En ik zat er naar te kijken. Ik dacht, ja, top. Ik ben niet verder gaan scrollen dan die 10 reviews. Ik lees gewoon de bovenste paar. Nou, dat moet je dus nooit doen. Want ik ben dus echt genept. Dit jasje zag er zo mooi uit in de reviews op Ali. Maar dat waren dus nep reviews. Dus kijk altijd even goed de reacties door. En lees altijd de 1-ster reviews. Want daarin stond ook, je wordt echt genept met die reviews. Want het is echt een hele nep leren look. En hij lijkt echt totaal niet op wat de foto's zijn. Maar overall vind ik niet heel stom jasje. Het is wel echt heel erg nep leer. En de fit is ook niet echt goed. Er stond overal, neem een maat M. Want dat is super oversized. Nou, dit is een maat M en hij is dus echt totaal niet oversized. Hij is zelfs bijna te klein. Kijk, ik heb gewoon ruimte over. Dus dat vind ik wel echt jammer. Want op dit jasje had ik me zo verheugd. Kijk, waarschijnlijk als ik hem zo draag op een foto en ik doe hem een beetje zo, dan staat hij echt wel leuk op de foto. Maar in het echt vind ik het echt een cheap ass jasje. Maar goed, dat is dus mijn bestelling op Ali. Ik ben wel heel blij dat hij binnen is, want ik ben heel erg blij met mijn bontjas. Ik heb trouwens nog een pakket binnen. En dit pakket is van Cider. En ik denk dat velen van jullie dit wel al voorbij hebben zien komen op de advertenties op Insta. Ach, wat ben ik weer wit. Maar goed, dit is dus weer een soort nieuwe shine. Ik vergeleek het een beetje met Shine en AliExpress en wel een beetje in die rang. Maar ik denk eerder een soort Shine, want het was niet heel goedkoop. Het was, sommige dingen waren nog best duur. Maar goed, ik heb daar dus 3 dingen besteld. Gisteren heb ik al 1 ding gebruikt. Ik heb deze dingen. Cute. En ik heb een hoedje besteld. Ik heb geen idee of ik het leuk vind. Ik twijfelde heel erg of ik het leuk zou vinden. Dus ik dacht, nou, ik bestel het gewoon en dan zie ik het wel. En dat is dus zo'n baret. Dit pas ik niet. What the fuck? Dit past het niet. Terwijl, ik weet het niet. Maar zo moet het niet. Zo lijkt het wel een koksmuts. Nou, ik moet dit toch wel passen. Oh ja. Alleen, ik weet even niet of ik het leuk vind met dat strikje. Wel misschien als ik het leuk stel. Oh ja, en mijn camera gaat bijna uit. Maar ik heb nog 1 ding. Deze tas. En die vond ik echt super leuk. Ook lekker nepleer. Maar wel echt heel leuk. Ik vond hem echt heel leuk in een oudje. Ik denk dat die ook heel leuk staat bij mijn bondjas. Die doe ik trouwens vandaag aan. Mijn bondjas. Ik denk echt dat mijn camera zo uitvalt. Dan weten jullie het als dit shot opeens stopt. Bondjas met rode tas. Ja, dit is een vibe. Dit is leuk. Oké, nou, ik ga laden. Oké, ik ben helemaal ready to go. Ik ga nu naar Jani toe. Ik ga hem ophalen. En dan gaan we samen naar Amsterdam. Ik heb mijn jas van AliExpress aan. Met mijn sjaal van Jacquemus. En dan mijn tas van Sandro. Ik heb gewoon een simpele grijze topje onder van de Zara, of nee, de H&M is die. En deze broek is van de, wel van de Zara. En dan heb ik mijn Adidas sneakers eronder. Zo, we zijn in Amsterdam en we gaan even naar het Moco Museum. Jani heeft er denk ik heel weinig zin in. Nou, jij weet helemaal niet wat het is, ik hè? Ik weet niet wat het is, nee. Ja, ik heb het wel echt 4 keer verteld of zo. Zo van niet hint, waar. Hint, dat kan je nee. Met me doen op Valentijnsdag. Niet waar. Maar nee, hè? Hij luistert weer niet. Walk of shame. Walk of shame. Kijk, je hebt dit, je bent dus een spiegel. Niet. Oh, maar dit is wel cool. Ik wil hier wel een fotootje eigenlijk. Nou, maak maar. Jongens, we zijn aangekomen in ons
prachtige hotel. En we verblijven vandaag in Van der Valk in de Amstel, aan de Amstel in Amsterdam. En we hebben net ingecheckt in onze kamer. We hebben even de auto net weggezet. Spullen gepakt. Ik heb eventjes mijn vaatlijstcadeautje aan Jani gegeven. En we zijn nu lekker even in de kamer aan het chillen. Ik laat het even zien. Dit is dus een spiegel. Daar Jani. En we hebben hier een lekker bad. Met bubbeltjes. En een hele mooie douche. En alles is echt super mooi afgewerkt en schoon en netjes. En dan hebben we hier een tv en een hoekje. We hebben al gelijk weer een zootje van gemaakt. En dan hier het bed. Nog wat kasten hier. En dan het uitzicht. We zitten op de bovenste etage. De 17e etage. En dit is het uitzicht. Ook best leuk toch? En voor degenen die mijn video hebben gekeken, Get Valentine Ready, die wisten al dat ik deze box ging geven. Als jij nou mijn video's had bekeken, Jani, dan had je al geweten wat je wilde krijgen. Ik wist het al, ik had het al gezien. Maar niet. Ik ben er zo van overtuigd dat jij mijn video's niet kijkt, dat ik het gewoon durf te zeggen in mijn vlog. Echte supporter ben jij. Je hebt er niks mee te maken. Nee, weet ik. Ik wil ook niet dat je mijn vlogs kijkt, want dan kan ik voortaan gewoon altijd je cadeautjes vertellen. Nee, ik wil niet. Komt-ie? Nee, ik wil hem niet. We moeten. Ga je net zo? We hebben lekker een filmpje gekeken. En we gaan nu lekker eten. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd of het lekker gaat zijn. En Jani is wel helemaal benieuwd, denk ik. Want die weet nog niet eens waar we gaan eten. Oké, gooi jij er wat op? Wachten. Oh. Heel goed, jongen. Nou, dit is de gym, jongens. Kom, laat even je PR zien. Nee. Jongens, kijk nou. Wat een mooie pas. Ik voel me zo diva nu met deze bontjas en die mooie rozen. Ik ga ze maar eens even afsnijden. Schuin, dan blijven ze lang mooi. Ik heb dus alvast een bos rozen gehad van Jani voor Valentijnsdag. We gingen natuurlijk een beetje Valentijnsdag vieren dit weekend. En het was heel leuk. Het was heel geslaagd. We hebben lekker gegeten. We zijn in een museum geweest. Wat we trouwens niet heel leuk vonden. En we zijn gaan lunchen. En lekker gechilled op de hotelkamer. En cadeautjes geven aan elkaar. Oké. Ik heb alle rozen net eventjes afgesneden. En in een vaas gezet. Wat een werk was dat. Nou, ik wist even niet dat het zoveel werk was. Maar ze staan. Ik heb dus echt een heel leuk weekendje gehad. Vooral in het hotel Van der Valk Amstel. Super mooi, goed geregeld. Dus echt een aanrader vanuit mij. En ja, dit is eigenlijk het einde van deze video. Want het is vandaag maandag en ik ga vandaag een nieuwe weekvlog starten. Dus ik ga nu voor jullie gedag zeggen. En tot de volgende keer. Doei!